Hartelijk welkom bij deze tweede editie van Connected Care Live. We bevinden ons in het hoofdgebouw Isala deze keer. En we hebben vandaag een heel mooi keur aan gasten aan tafel. We gaan het vandaag hebben over het gebruik van e-coaches, apps die je kunt gebruiken als patiënt. En we gaan straks horen wat het dan kan opleveren. Aan tafel, en ze zullen zich straks even kort zelf aan u voorstellen. We hebben Job Pat, hij is uroloog in opleiding. We hebben Anne Lohuis, zij is onlangs zelfs geregistreerd vorige week als huisarts. Dus jong aanstormend talent, denk ik. We hebben Jon Sier, hij is gebruiker van een van de coaches. Daar zullen we het straks ook over hebben. En we hebben Sandra Dikkes, zij is verpleegkundig specialist bij de oncologie. En zit eigenlijk aan de andere kant van de lijn. Daar waar Jon Sier gebruiker is, is Sandra verpleegkundig specialist. Die coacht, zeg maar, op afstand. Mooi programma, denk ik. Mag ik jullie vragen om misschien nog even kort toe te lichten wie je, ik heb jullie allemaal genoemd, maar waar je nog meer van bent misschien, Job? Ja, dankjewel Jan Gerard. Ik ben dus Job, ik ben artsassistent bij de urologie. De afgelopen 2,5 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de SANA-coach voor patiënten met recidiverende urineweginfecties. Dat is ook het onderzoek waar ik promotie naar doe. Dus in dat kader ben ik hier. Ik begin volgende maand aan de opleiding inderdaad. Dus ik ga volgende maand naar de chirurgie, maar zal op de achtergrond zeker betrokken blijven bij het gebruik van de coach. Nou, daarover horen we straks veel meer. Ja. Anne? Ik ben dus huisarts, net huisarts geworden. En daarnaast heb ik tijdens mijn opleiding ook onderzoek gedaan naar een app voor incontinentie. Dat was meer zelfmanagement en daar ben ik op gepromoveerd. Dus als huisarts interesse in e-health. Ja. Heel leuk, ja. Ook leuk dat we inderdaad, daar kunnen we het straks over hebben, wat het in de huisartsenpraktijk versus bij specialisten in het ziekenhuis, hoe we dat gaan we het straks over hebben. Ja. Oké. Jan? Ik ben Jan Sier. In mijn werkzame leven ben ik ondernemer geweest. En daarna vond ik dat ik wat voor de maatschappij moest doen en ik ben nu voorzitter Alzheimer afdeling Flevoland. Waar ik al 8 jaar mijn eigen bezighoud met mensen met dementie en hun partners. Mooi, dankjewel. En Sandra? Ja, ik ben Sandra Dikkes, verpleegkundig specialist. Vanaf 2019 al betrokken met het opzetten van de e-coach voor prostaatkanker. En ook tijdens mijn opleiding tot verpleegkundig specialist onderzoek gedaan naar de patiënttevredenheid van de e-coach. Dankjewel. Ja, ik dank je wel voor je. We gaan het zo uitgebreid hebben over die e-coach. Ja. Mm-hmm. Maar ik ga eerst even mij richten op Job. We hebben namelijk twee onderwerpen. We hebben het over een e-coach voor recidiverende urineweginfecties. En we hebben het over e-coach voor prostaatkanker. En Anna zal ook zelf nog iets vertellen over een app die ze heeft ontwikkeld voor incontinentie. Dus we hebben eigenlijk 3 producten om en nabij waar we het over gaan hebben. En Job, wat was de aanleiding destijds om met dat plan recidiverende urineweginfecties, dus terugkerende urineweginfecties bij vrouwen, om daar een app voor te ontwikkelen? Het plan is eigenlijk ontstaan nadat we eerst onderzoek hebben gedaan naar wat de diagnostiek oplevert, vooral in het ziekenhuis. Als patiënten doorverwezen worden, is de mogelijkheid om verdere diagnostiek te doen. We hadden daar wel het idee van dat de diagnostiek eigenlijk vrij weinig oplevert. Maar dat hebben we nooit in kaart gebracht, of hadden we nooit in kaart gebracht. Dus daar zijn we mee begonnen en daar zijn we tot de conclusie gekomen dat de diagnostiek die we in het ziekenhuis doen vrijwel nooit een verklarende oorzaak gaat vinden voor die steeds terugkerende blaasontstekingen. Preventie van de blaasontstekingen en eigenlijk leefstijladviezen zijn een hele belangrijke pijler in de behandeling van die blaasontstekingen. En omdat het een chronisch probleem is, wat in periodes op kan vlammen, maar ook periodes heel rustig is, betekent dat die preventie bij patiënten tijdelijk leeft, maar op het moment dat het met de blaasontsteking eigenlijk beter gaat, dan zie je ook dat de preventieve maatregelen die patiënten kunnen nemen, dat die toch weer naar de achtergrond verdwijnen, waardoor die blaasontstekingen in een later stadium de kop juist weer op kunnen steken. En ons doel is eigenlijk, en dat was ook de reden om die coach te gaan ontwikkelen, die dus ook met name gericht is op zelfmanagement en preventie, om patiënten actief bezig te laten blijven, ook als het met de blaasontstekingen beter gaat, met die
achtergrondinformatie en alles wat ze daar zelf aan kunnen doen om die blaasontstekingen te bestrijden. Dat is de insteek van deze coach. Oké. En dus je wilt eigenlijk voorkomen dat bij verslapping van aandacht, dat je toch de aandacht vasthoudt, zeg maar. Ja. En hoe is dat vervolgens met die ontwikkeling gegaan? Want dan heb je dan vind je een fabrikant. En want jullie moesten helemaal van scratch af aan beginnen, hè? Klopt. We zijn, dat was net in de periode dat eigenlijk Sananet hier ook binnenkwam in het ziekenhuis. Ja, Sananet is de fabrikant. Sananet is de fabrikant, ja. Inderdaad. Ja. En op het moment dat Sananet eigenlijk bekend werd hier in het ziekenhuis en daar de eerste oriënterende gesprekken voor waren, was net de periode dat wij ook zaten te denken over de ontwikkeling. Dus dat is hand in hand is dat met elkaar opgelopen. Wat hebben we van scratch inderdaad opgezet? We hebben met een team aan urologen en mezelf en een huisarts, Marco Blanke, dat is mijn promotor. Mm-hmm. Die ook met name in het urogenitale, uro- en gynaecologische deel gespecialiseerd is. Hebben we gekeken naar welke informatie moet daar dan in zitten. We hebben in een eerder stadium patiënten al geïnterviewd en eigenlijk de verwachtingen van patiënten in kaart gebracht met betrekking tot verwijzing naar de tweede lijn. En wat verwachten ze nou dat wij in het ziekenhuis kunnen doen? Al die informatie hebben we ook meegenomen in de ontwikkeling van de Sana-coach. En dat staat allemaal per kopje, per onderwerp staat dat uitgebreid meer informatie over beschreven. En patiënten krijgen daar ook af en toe vragen over gesteld in de coach. Met name ook om te kijken in hoeverre beklijft die informatie. En is de informatie die wij leveren voldoende duidelijk voor patiënten, zodat ze dat kunnen reproduceren en daar actief mee bezig kunnen gaan. Ja. Nou, en de hamvraag is natuurlijk, hij wordt inmiddels gebruikt. Hè? Klopt. Levert het nou ook betere zorg op? Volgens mij kun je daar iets van laten zien? Ja, ik heb daar wel een dia van meegenomen. We hebben een pilot gedaan 2 maanden lang. Daar zijn in totaal 25 patiënten hebben daarin gezeten. 23 patiënten hebben uiteindelijk die volledige pilot doorlopen en zijn eigenlijk heel tevreden over het gebruik van de coach. 90% zou die coach aanbevelen aan andere patiënten met hetzelfde probleem. Het gemiddelde cijfer van de coach, een beoordeling door patiënten, was een 8. Dus daar waren we zelf tevreden mee met die beoordeling. We zien ook dat we hebben die leefstijlfactoren die we dan met name willen verbeteren bij patiënten. Daar hebben we scores aan gehangen van 1 tot en met 5. En als je kijkt naar de gemiddelde score op de begin van de coach, was die score een 3,5. Dus daar gaf aan dat er echt wel ruimte voor verbetering was. In die 2 maanden is die score naar 3,8 gestegen. Dus je ziet dan ook dat op er wel een schaal van op een schaal van 1 tot 5. Ja, ja, precies. Nee, niet dat het een nee, niet, een, niet op een schaal van 1 dat tot 10. Dat mensen denken, dat is wel heel weinig nog steeds. Nee, maar je ziet dat er wel verbetering optreedt. En dat die verbetering dus ook blijft beklijven in de loop van die 2 maanden. We hebben dat op basismoment gedaan na 4 weken en na 8 weken. En ook na 8 weken zie je dat die score eigenlijk rond de 3,8 blijft hangen. Maakt dat er nog wel ruimte is voor verbetering. Maar als patiënten daar langer mee bezig gaan, verwachten we dat die score ook nog wel verder door kan lopen. En je wilt met name zien dat je na 6 maanden en na 12 maanden... dat die scores niet in de eerste 8 weken naar een 3,8, 4,0 stijgen. En dat je dan weer terug gaat zakken naar een 3,5. Maar daar willen we zijn bezig met het kijken naar vervolgonderzoek, om dat ook langer te kunnen vervolgen. En dan gaat dat wel een van de punten zijn waar we op willen letten. Van, hoe gaat dat zich in de tijd verhouden? En zien we dat die informatie blijft beklijven? Want dat is wel het idee en de opzet van de coach, dat het blijft beklijven. Ja. En jullie vonden dit een heel mooi idee, maar hoe is dat gevallen bij de medewerkers op de afdeling? Want het is niet zo dat jij zelf zeg maar aan de achterkant van de coach de vragen beantwoordt. Klopt. De vragen, dat is het voordeel van de coach. Hoe het op dit moment gaat is als patiënten vragen hebben of klachten hebben, dan bellen ze met het secretariaat. Het secretariaat vraagt wat klachten uit en moet dan de informatie terugkoppelen aan de hoofdbehandelaar of soms in sommige gevallen de spoedconsulent. Dan ben je daarin afhankelijk van wanneer je antwoord krijgt en je bent ook weer afhankelijk van wanneer de patiënt in staat is de telefoon op te nemen. Want dat is een ander probleem van de telefonische controles, dat je patiënt niet altijd bereikt. Hoe het nu gaat, en daar heb ik ook een dia van, mm-hmm, is op het moment dat patiënten een vraag stellen, hebben we een stroomschema gemaakt voor de secretaresses, waarmee ze een heel aantal van die vragen eigenlijk kunnen beantwoorden zonder tussenkomst van of de hoofdbehandelaar of de spoedconsulent. Ze kunnen dit stroomschema, dat hangt bij ons achter in de back-office, en dan kunnen zij eigenlijk dat gebruiken
om die vragen te beantwoorden. Mochten ze er dan niet uitkomen, dan kan de vraag altijd worden doorgestuurd in de werklijst. Want dat is de koppeling die gemaakt is met ons patiëntendossier. Dat het in de werklijst wordt doorgestuurd naar de hoofdbehandelaar. Die dat dan kan beantwoorden. En dan kan de secretaresse dat bericht ook direct terugsturen naar de patiënt. Die dus niet meer afhankelijk is van een telefonische afspraak. Maar die patiënt kan dat lezen op het moment dat zij dat die pushmelding krijgen, dat er een antwoord is gekomen. Ja. Dat maakt dat de communicatie een stuk sneller gaat. Ja. En we merken ook dat onze secretaresses daar wel de voordelen van zien. Ja, dus jullie hebben echt wel een procesverandering doorgevoerd op de afdeling. Maar dan alleen voor dit stukje. Dat is nu terugkerende blaasontsteking, zeg maar. Klopt. Maar zie je dan ook nog dat andere ziekten in aanmerking komen voor dit soort begeleiding? Gaat veranderen op jullie afdeling een ander soort. Ik denk dat er in de toekomst. Het is met name de chronische problematiek waar de coaches heel belangrijk voor kunnen zijn. En er zijn wel meer chronische aandoeningen binnen de urologie, waar er wel toekomst ligt voor steeds meer digitale zorg. Dus ik denk dat we in de toekomst met meer problemen dan alleen die terugkerende blaasontstekingen naar een veel meer digitale vorm van zorg gaan. Waaronder incontinentie. Dat is een mooi bruggetje misschien om eens even Anne te vragen. Want jij hebt ook zelf best wel ervaring met apps. Hè? In jouw geval is het niet een app met waar een secretaressensysteem achter zit. Hoe zie jij deze ontwikkeling ook als we kijken naar. Dit zijn eigenlijk een soort voorgeschreven e-coaches waarbij er nog acties van verpleegkundigen of secretaresses achter zitten. Hoe zie je die ontwikkeling eigenlijk als. Nou, straks als je in de huisartsenpraktijk staat, denk je dan dat je hier veel gebruik van gaat maken? Van dit soort producten? Wat ik vanuit ervaring van de app kan zeggen, is dat we dat hebben opgezet echt als self-management. Bij Job ging het over verslappen van aandacht. Mm-hmm. En bij incontinentie gaat het vooral over verslappen van de bekkenbodemspier. Ja. En dat oefen je met de app. Ja. En blaastraining. Dat is eigenlijk hetzelfde idee. Het zijn ziekten waar aandacht voor nodig is en moet blijven. En één afspraak bij een specialist of bij een huisarts. Of bij een bekkenbodemfysiotherapeut is dan het begin van een behandeling. Maar dit soort ziektes hebben continu de behandeling nodig. Ja. En het mooie aan digitale zorg is dat mensen wel continu die informatie weer kunnen. Die beschikken over die informatie. Dus als ze even zijn vergeten hoe de oefening moet, hoe de hygiëne gaat, dan kan dat programma ze daar weer aan herinneren. En dat vind ik heel mooi aan e-health. Dat je dus niet zit te wachten tot de volgende afspraak of het volgende contact. Maar dat dat al iets is wat echt bij de patiënt ligt. Ja, want je bent gepromoveerd vorig jaar november, hè, op dit onderwerp. Ja, klopt. Ja. Je hebt ook een paar plaatjes volgens mij. Het is wel leuk om even te kijken hoe dat er dan uitziet. Allereerst de app zelf. Ja. Wij hebben hem zelf gebouwd op basis van de richtlijn van de NHG. Maar die komt ook overeen met de richtlijn van de urologen, van de gynaecologen, van de bekkenbodemfysiotherapeuten. En wat je daarin ziet is dat de app die geeft informatie over incontinentie en over de bekkenbodem. Wat is die, waar zit die? En vervolgens geeft hij trainingsschema's. Blaastraining en bekkenbodemspiertraining. Want het ligt een beetje aan het type urineverlies wat de patiënt heeft. En vervolgens kan die patiënt via een opbouwschema gaan trainen. En ziet hij in de app in de grafieken hoe dat gaat. En als je hele heftige aandrang in continentie hebt, dan zit er zelfs een afleidingsspelletje in. Dus het is echt erop gericht dat die patiënt met de telefoon en de app in de hand continu bezig kan zijn met die behandeling. We hebben dat ook getest. De behandeling is uiteindelijk beschikbaar nu via urinecontrol.online. Ja, leuk gevonden. Leuke woordspeling. Daar ben je goed in, geloof ik. Dat is leuk, hè? Dus vrouwen kunnen dit gewoon gratis gaan gebruiken. We hebben dat uiteindelijk onder kunnen brengen bij een partij die dit gratis aanbiedt. En daarmee aan het trainen. En daar doen we ook vervolg implementatieonderzoek mee. Om te zien hoe is het dan in het echt. Want we hebben dit in een trial onderzocht. Mm-hmm. Daarbij hebben we vergeleken tussen de app gebruikers en mensen die gewoon naar de huisarts gingen en daar bespraken wat de mogelijkheden waren. En dat hebben we onder 260 vrouwen gedaan, waarbij de helft de ene
behandeling kreeg via loting en de andere helft de andere. En na 4 maanden bleek dat hij effectief was. Dus dat de patiënten beide een klinisch relevant verschil van hun ernst van hun urineverlies lieten zien. Dat gold voor beide behandelgroepen. En na 12 maanden, daar heb ik geen plaatje van, maar na 12 maanden blijkt dat nog steeds zo en blijkt de app ook kosteneffectief. En dat zijn denk ik 2 hele belangrijke dingen die je wel wil uitzoeken als je met zoiets bezig gaat. Helemaal bij zelfmanagement, maar ook bij e-coaches waarbij een zorgverlener betrokken is. En wat zijn nou de grote uitdagingen voor de komende jaren in met name het inzetten van deze e-coach producten op het grensvlak mogen eigenlijk niet meer over lijnen hebben, hè, maar zeg, tussen huisarts en specialist. Job, jij hebt het product ook samen, heb je gezegd, met je promotor Marco Blanker ontwikkeld. Huisarts, hè? Volgens mij was het doel ook een beetje om het te laten verschuiven, hè? En misschien dat een huisarts ook wel zo'n product, zo'n e-coach kan voorschrijven. Daar moet dan natuurlijk wel weer een verpleegkundige of secretaresse achter zitten. Dat is wel best een uitdaging. Dat wordt wel de uitdaging. En dat is het mooie van die urine control app die echt los staat van een behandelaar. Je hebt hier altijd de koppeling met de hoofdbehandelaar en het secretariaat waar je afhankelijk van bent. En op het moment dat je dat wil gaan schuiven naar de eerste lijn, om het maar zo te zeggen, dan moet je dat deel echt los gaan koppelen. En zal het veel meer een op zichzelf staande coach moeten gaan worden die de koppeling met de vragenkoppeling en de advieskoppeling, om met een patiënt echt klachten hebben waar ook behandeling voor nodig is, die zal daar veel meer los van komen, van moeten komen te staan. Omdat op het moment dat die patiënten niet meer actief bij ons onder controle zijn, dan is die koppeling moet dan ook loskomen van de ziekenhuisdossiers. Dat wordt denk ik de grootste uitdaging waar we tegenaan gaan lopen als je dat naar de eerste lijn wil. Denken jullie dat dit soort e-coaches misschien als medisch hulpmiddel voorgeschreven zouden moeten kunnen worden? Zou dat een oplossingsrichting kunnen zijn? Ik denk zeker dat als je puur kijkt naar het informatieve deel en eigenlijk het continu herhalende deel, dat voorgeschreven zou moeten kunnen worden als medisch hulpmiddel. Als een soort medisch hulpmiddel, behandeling, waar dan misschien een betaaltitel voor is van de rekenaar. Dat maakt misschien, zou dat een oplossingsrichting kunnen zijn. In theorie zou je kunnen zeggen dat de coach als geheel ontwikkeld wordt en dat je eigenlijk 2 modules hebt. Op het moment dat patiënten actief in het ziekenhuis onder controle zijn, zet je de module ziekenhuiszorg erbij aan. Waarbij je die koppeling met je zorgdossier, met je patiëntdossier en je secretariaat hebt. Op het moment dat je patiënten toch weer meer naar de anderhalfs lijn, zoals we dat dan tegenwoordig willen noemen, laat gaan, dat je die module uitzet en dat patiënten daar zelf wel actief met hetzelfde product bezig kunnen blijven. Dat zou wel een oplossing, denk ik, zijn voor de toekomst. Nou, dat is een interessante gedachte. Het is ook leuk dat jullie daar nu mee spelen, zeg maar. Want binnen het hele team Connected Care, maar ook anderen die zeg maar met dit soort toepassingen in Nederland zijn, is het natuurlijk zoeken naar hoe gaan we dit doen. Hè? De verzekeraars, merken we, die hebben ook de oplossing niet panklaar liggen. Maar we willen allemaal wel die kant op. En dan hebben we het over natuurlijk de medische servicecentra die in opkomst zijn, waar we ook vorige keer met onze COVID-uitzending van Connected Care aandacht aan hebben gegeven. Het is inderdaad nog pilotten zoeken. Ja, mooi. Ik ga even een klein bruggetje of een switch maken naar mijn gasten aan de voor mij rechterzijde, voor de kijker links. Jan, ik begin even met de vraag bij Sandra, als je het goed vindt. Eigenlijk dezelfde vraag die ik Job ook stelde. Wat was de aanleiding om voor jullie met een prostaatcoach te beginnen? Ik heb nog wel een mooie slide om het te ondersteunen. Maar we hebben binnen de oncologie best wel wat uitdagingen. Vergrijzing komt eraan. Dus de aantal patiënten stijgen ook. Bij prostaatkanker is dat de eerste bij mannen boven de 45 jaar. In 2040 is daar gewoon een verdubbeling van. En hoe gaan we al die mannen dan wel begeleiden tijdens hun behandeling? De behandelingen zijn ook veel langer. Gemiddeld leven deze mannen 5 jaar. Zoals chemotherapie of aanvullende hormonale therapie, dat geeft
Nou ja, je wil weten van wat is de bijwerking daarvan en kan je daar sneller een interventie op zetten. En mag ik verder daarmee? Ja, ja, ga je gang. In 2019 begonnen we met een samenwerking met Sana Coach. En die had vooraf al met andere ziekenhuizen, de Albert Schweitzer ziekenhuis, Gelder en Ficuri, al een soort blauwdruk gemaakt. En toen werd de ISLA betrokken van, ja, wat vinden wij daarvan, hè? Wat willen wij? Toen hebben we gekeken van, hoe kunnen we dat zo inrichten dat het voor de patiënt werkbaar is, maar ook voor ons. En het is allemaal gebaseerd op een onderzoek van Ethan Besh. En Besh had ook een RCT met twee groepen. Rond de 100. Een RCT, dat is voor mensen die die afkorting niet kunnen, dat is een onderzoek waarbij je twee groepen vergelijkt. Ja, hè? Ja, je en dan twee gaat loten. Klopt, ja. Dus dan de een krijgt standaardzorg, zoals je dat altijd doet. Dat is als je een bijwerking hebt dat de mensen bellen naar bijvoorbeeld de regieverpleegkundige. En de andere groep, die krijgt dan die coach en die gaat daarin werken. En wat uit het onderzoek naar voren kwam, is dat er minder spoedeisende hulpopnames waren. En dat de behandeling ook veel langer door kon gaan. En dat je veel sneller de interventies kon inzetten. En zelfs ook dat je eerder kan switchen van behandeling. Nee, zodat je dat was dus onze basis. Dat was basis jullie basis, zeg geweest. Maar, zo van, nou, dit ziet er aantrekkelijk uit. Ja. Daar moeten we wat mee. Ja. Ja. En vervolgens zijn jullie, zeg maar, aan de slag gegaan met het bouwen. En is dan eigenlijk vanaf het begin ook, doe je dat dan samen in een team waar ook patiënten aan deelnemen? Hoe gaat dat dan? Nou, dat vind ik wel een kanttekening. En dat adviseer ik nu wel voor mensen die wel opnieuw gaan beginnen met een app. Betrek de patiënt daarbij. Want het is zo ontzettend belangrijk. Ja, want Jan is patiënt 000, hebben we net gehoord. Hè? Dat wisten we helemaal niet. Maar, nee. Want ze hebben jou nooit aan het begin direct al bijgevraagd toen het nog niet bestond, zeg maar. Nee, ze hebben alleen gevraagd of ik wilde deelnemen. En toen heb ik meteen ja gezegd. Ja. Want ik, dat is de toekomst, dus we moeten gewoon mee. Ook als je van voor de oorlog bent, zeg ik altijd maar. Dus, uit het stenen tijdperk. Dus daar heb ik meteen ja op gezegd. Maar het is niet zo dat ze gevraagd hebben, hoe vind je het en wat denk je wat er verbeterd kan worden? Dat is niet gebeurd. Ja. Ja. Daar leren we ook in. We zijn ook een beetje, denk ik, aan de leercurve voor digitale zorg. Is voor ons ook inderdaad eentje. Ja, zeker. En toen ik tijdens de opleiding heb ik een kwalitatief onderzoek gedaan. En daar, nou, Jan is daar niet op uitgekozen. Hè. Dat gaat volgens een bepaald systeem. Mm-hmm. En dan heb ik een interview onder 10 deelnemers gedaan. Want ik was heel erg nieuwsgierig van, ja, wat is eigenlijk de ervaring van de patiënt? Want wij kunnen alles wel vinden, maar het gaat om de patiënt. En is dat, en komt dat ook wel overeen? En daar waren hele goede resultaten zichtbaar. Ja, maar ja, dat vind ik ook. Ik vind de ervaring die ik heb, als ik dat even mag zeggen, vanaf het begin vond ik het gewoon heel fijn. Want als ik een probleem had, dan kon ik dat aan hun doorgeven. En een dag later kreeg ik bericht terug met wat je kon doen of wat je moest doen. Of wat je, weet je, en dat, vond ik wel, dat vond ik wel geweldig. Want het is anoniem. Er zitten meerdere functies in. Hè? Ja, ja, ja. Je krijgt berichten, maar als je een bericht hebt, dan kun je naar bericht sturen en dan kun je dat. En dat werkt perfect. Dat kan niet anders zeggen. En ook de terugkoppeling is ook heel goed. Ja. Dus, en dat maakt dat geeft iets meer verbondenheid met het ziekenhuis? Dat heb ik toch wel. Maar dat heb ik net al gezegd, er staat te weinig informatie op voor de patiënt die geopereerd is met prostaatkanker. Ja, want even terug naar inderdaad, het begint natuurlijk voordat je de coach krijgt. Ja. Is het met, je krijgt die rotdiagnose.
En dan moet er een plan gemaakt worden. En heel vaak hoort daar ook een operatie bij. Eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En dan wordt ook alles verteld. En dan denk je dat je dat allemaal opgeslagen hebt. Maar je vergeet het ook als je weer de deur uitloopt. Ja. En dan heb je nog een partner bij die ook wel dingen gehoord hebt, maar ook niet alles. En dan is het juist zo fijn als je die app hebt die ze dus hier gebouwd hebben, dat je dat nog even na kan lezen. En bedoel je dan eigenlijk dat we eigenlijk naar voren zouden moeten halen dat ook in de fase dat de operatie nog plaatsvindt, voordat zeg maar de behandeling met geneesmiddelen, want die komt er dan achteraan, hè? Dat we daarom ook al zouden kunnen inzetten. Dat zou misschien heel goed zijn, want waarom zeg ik dat? Mannen zijn een beetje eigenaardige wezens. Die gaan niet bij bij een club zitten waar ze lekker over die prostaat gaan zitten praten. Maar die willen wel anoniem, willen ze het wel opzoeken. Okay. En daar willen ze ook aan meewerken. Daar hebben ze helemaal geen moeite mee. Maar daar blijft het ook bij. En dat is belangrijk. Als we die groep willen bereiken, hè, laten we dat zo... Ja, dat herinnert mij direct aan jaarlijks een heel groot congres in Amerika. En daar sprak ooit Norman Schwarzkopf, de grote generaal die bij de inval in, die Kuwait geloof ik betrokken was. Die hetzelfde op het podium zei. Hij had zelf ook prostaatkanker gekregen. En hij zei, de vrouwen lopen allemaal met roze lintjes en weten elkaar te vinden. Maar wij mannen, wij moeten dat even op een andere manier doen. Ja, het is toch maar je kan er ook niet zo met ze over praten. Want dan denken ze al, waar ga jij het over hebben? Joh? Daar ben ik even niet bij. Mm-hmm. Terwijl ik vind dat wij mannen daar gewoon open over moeten zijn. Net als vrouwen die open zijn over hun problemen. Moeten we dat ook doen? Maar dat doen we gewoon niet. Ja. Dat is een gesloten circuit. En maakt dan zo'n e-coach dat er ook... lotgenoten, community, dat je het met elkaar... Of is dat niet het doel? Het hoeft niet per se de andere... Het is ook gewoon met mannen onderling gewoon het erover kunnen hebben. Ja. Maar dus, hebben we nog een paar stappen te gaan. Mm-hmm. Nou, hopelijk helpt dit ook. Hè? daarom is die coach zo mooi, die app. Ja, ik denk ook wat je zei over de berichtgeving. Hij heeft drie functies. Het eerste is de berichtfunctie. En als regieverpleegkundige lees je dat ook uit. Twee keer per dag. Okay. En... Misschien kan die ook verder of zit die vast? Ja, hè? Kijk, ja, dus hier staat, ja. Dat is hem. Nee, dat is de app die de patiënt zelf ziet. En die berichtenfunctie is voor de patiënt heel fijn. Hè? Die kan het in zijn eigen tijd doen. Desnoods 's nachts of 's morgens wanneer ze daar behoefte aan hebben. Maar voor ons is het ook heel prettig. Want wij lezen hem ook uit op het moment dat het ons ook uitkomt. Dus het is een soort geplande zorg waar je mee bezig bent. Waardoor je heel veel telefoontjes eigenlijk ondervangt. We hebben dat wel geblokkeerd in de agenda. Maar dat werkt gewoon heel erg prettig. En ook zelfzorgadviezen. Stel, u bent misselijk of u heeft pijn. Dan kan je een advies vragen en die is dan weer gebaseerd op de patiëntinformatiedossier. En dan kunnen ze daar gewoon doorheen. En is het heel heftig, dan weet de patiënt, we moeten bellen. Dus de autonomie, de regie ligt bij de patiënt. Maar op het moment dat hij acuut klachten heeft, moeten ze bellen. En verder hebben we een periodieke vragenlijst. Dat is de kwaliteit van leven vragenlijst. Die wordt één keer per half jaar uitgevraagd. Maar ook de lastmeter. En als daar pijn uitkomt, dan wordt de pijnscore gevraagd en komt er angst en depressie uit, dan wordt de HADS, dus een speciale vragenlijst, om dat veel beter in de kaart te... Maar ben je dan eigenlijk niet te laat, één keer per half jaar? Nou, voor de kwaliteit van leven vragenlijst één keer per half jaar. Ja. Voor de lastmeters iedere 3 maanden. Maar iemand met chemotherapie, dat is dan een chemomonitor. Ja. En die wordt heel vaak ingezet. Dus de allereerste keer als iemand voor het eerst chemo krijgt, dan hebben we met elkaar afgesproken om dat vaker in te zetten. Omdat het ook de eerste keer is. En de tweede, de vervolgkuren, dat begint dan ook op dag 8. Omdat je dan ook verwacht dat de meeste bijwerkingen zijn. Ja. Dus we hebben daar heel goed met z'n allen over nagedacht van wanneer zetten we die in. En juist dan ben je heel erg vroeg. Ah. Ja. Dus er zit een specifieke chemo monitor module bij in die jij dan dat jullie actief aan en uit kunnen schakelen. Ja, voor ieder patiënt maken we hem dus weer. En u krijgt andere vragenlijsten. Ja. Dus je maakt hem ook wel persoonlijk. Ja.
Heb jij dat ook nog ondergaan, chemo, of was dat niet nodig? Nee, ik krijg hormonen. Ja, ja, precies. Dus ik ben in de overgang nu. Ja, 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 dat is wel de consequentie inderdaad van dit soort antihormonen. Ja. Ja. En Sandra, jullie hebben BASH, je hebt het over BASH, maar jullie hebben ook onderzoek gedaan. Hè? Ja. En wat waren daarvan de eerste resultaten? Ja, ik heb een onderzoek gedaan naar de ervaringen van de patiënten. En er was dan een interview met 10 mannen. Nou, dat heb ik helemaal geanalyseerd. En wat eruit komt is dat ze het heel erg ervaren als veilig en geborgen. Omdat op het moment dat wij meekijken, dan weten ze ook van ik sta er niet alleen voor. En de communicatie was gewoon heel erg laag. En ze praten niet met een app, maar ze praten met de zorgverlener achter de app. En ze weten ook, het gaat niet van kastje naar muur. Nee, ze weten, het komt gewoon goed terecht. En dan krijgen ze ook direct weer antwoord op. Of, nou ja, misschien zit er een dag tussen als ze het in de nacht hebben gestuurd. Mm. Daarnaast kwam eruit dat ze... Dat het niet belastend is. En ook al het is gewoon een vervelende ziekte. Hè? Maar ze vinden het niet vervelend om dat in te vullen. Maar ze vonden wel de schaalverdeling bijvoorbeeld van de pijnscore moeilijk. Maar dat heeft meer te maken. Dat wordt wel gekoppeld aan, is de ziekte nog rustig of neemt die toch toe? En dat vinden de mannen best wel heel vervelend om dat zo in te vullen. En ook seksualiteit, hè, ook al is het anoniem, vonden ze niet geschikt. Niet in een app. Deze mannen slaan die vragen gewoon over. Ik denk, ja, het verandert toch niet. Ook volgende maand niet. Dat gebruiken we niet. We willen dat veel beter in de spreekkamer bespreekbaar maken. Oh, ja. Dus ja. We zijn ook met de blauwe olifant bezig. Ja. Om te kijken, ja. Van, ja, hoe kunnen we dat veel beter bespreekbaar maken in de spreekkamer. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, dat is ook uitzoeken, zeg maar, wat wel passend en wat niet passend. Ja. De een zit daar misschien persoonlijk anders in dan de ander, maar vind je dat ook, Jan? Dat eigenlijk sommige zaken liever in een spreekkamer thuis? Nee, dat heb ik wel eens geprobeerd, maar ik heb een hele coole uroloog en die zegt gewoon, ja... Het is zoals het is, klaar. En dan ben je gauw uitgesproken. Dan ben je klaar, ja. Ik bedoel... En dan zegt hij, ja, seks kun je niet meer hebben. Ja, dat wist ik ook al. Maar ja, daar kunnen we wel wat aan doen. Dan krijg je een naald erin. En dan, nou, dan is iedere man al geweest, hoor. Dat, ja, ja. Dat kan ik je wel vertellen. Dat, maar dus, nee. Dat, maar ik heb het er wel over. Ja. En ik vul ook de lijst in. Want ik vind dat je dat wel moet weten, natuurlijk. Mm-hmm. Maar over die pijngrens, dat is altijd moeilijk. Want de een heeft een hogere grens dan de ander. Hè? Dus daar... Zijn er nog zaken in die ontwikkeling, zeg maar, van die app? Of in de huidige app waarvan je zegt van nou, dat kan echt nog wel... Dat zijn puntjes van verbetering? Nee, wat ik al aangegeven heb, wat meer informatie over dingen die je tegenkomt na een operatie of naar hormonenbehandeling of naar dat je daar, zeg maar, want daar word je door gerustgesteld. He, als jij, laten we zeggen, op de fiets zit en je begint ineens naar de plekken te voelen in je broek, terwijl je niet weet dat het komt, dan schrik je eigenlijk helemaal de wereld af. Dat is niet lekker natuurlijk. Nee. Mm-hmm. En dan sta je in een winkel met een hele grote vlek. Denk eens, nou, die is lekker bezig. Ja, ja, ja. Maar dat moet je wel weten, dat kan gebeuren. Dus dat je daar kan op anticiperen. Dat je niet angstig of bang wordt van... wat overkomt mij, dat is dan eigenlijk gewoon consequentie van de behandeling die dan is. Ja, ik begrijp dat. Nee, daar word ik niet angstig van. Nou maar ja, ik vind het wel heel vervelend dat het gebeurt. Ja. Omdat je er niet op voorbereid bent. Als je er op voorbereid bent, is het toch wat makkelijker. Ja, en ook een stukje leefstijl. Hè? Want het is heel erg belangrijk als je met hormoontherapie begint, dat je je spieren onderhoudt, dat je gaat sporten, is ook goed voor de botten. En dus je kunt er veel meer nog uithalen. Ja, maar dan gaat dat niet weg, want ik sport drie keer in de week. Het gaat niet weg, maar de kans op botontkalking, Die neemt dan wel af. Ja. Dat is waar. Ja, nee, dat is waar. Ja, dat klopt. Merk je dan ook dat je anders de gesprekken in gaat, de spreekkamer in, nu je gebruik maakt van die coach, dat je toch op een andere manier
voorbereid, meer voorbereid of andere vragen stelt? Ja, ik ben, ja, dat doe ik, ja. Alleen vragen die er echt toe doen, want de rest heb ik in de coach. En, dan, en ik hoef geen onnodige vragen te stellen, vind ik ook niet nodig. Zit er ook onnodige, die vragenlijsten die nu worden uitgezet, zijn die adequaat of is het soms ook al een beetje te veel? Nee, maar dat is, ja, dat is heel uitgebreid en het is omdat je alles wil weten. Dus dat moet je dan wel zo formuleren en zo, dat begrijp ik wel. Want als wij moeten gaan opschrijven hoe we ons voelen, dan krijg je een halve A4 bij wijze van spreken. En dan kun je ook geen chocola van maken. Dus, en daar zijn deze lijsten beter voor. Ja. Ah, ja. En jouw werk als verpleegkundig specialist, die is denk ik, dat is ook wel aardig veranderd ten opzichte van misschien 3-4 jaar geleden. Ja, ik ben redelijk vers van de pers. Oh, je hebt geen vergelijkingsmateriaal, bedoel ik? Nee, maar. Wat was je vraag verder? Want je wilde. Nou, ik kan me voorstellen dat we komen natuurlijk van een langdurige periode dat eigenlijk alles 1-op-1 contact was. Mm-hmm. Ofwel, je hebt een afspraak op de poli, dan wel misschien bellen. Maar dat het nu ook, zeg maar, meer digitaal gaat worden. Ja. Of wat dat voor impact heeft op jou, of je dat leuk vindt juist in je werk? Ja, ik vind dat juist heel erg leuk. Ik vond het ook heel belangrijk om te kijken van hoe ga je met digitale communicatie om? En we zijn opgeleid face-to-face, dat we de patiënten altijd tegenover ons hebben. En nu is het een ene met een bericht van ja, wat mag ik, wat kan ik? Hoe vrij mag je zijn? Dus het is wel een andere vorm van communiceren. Maar ja, de drempel is wel veel lager om contact te hebben. En ik hoop ook in de toekomst dat je ook de poli kan gaan voorbereiden. Hè? Want ik doe ook alle controles van de systemische therapie. Dus met chemotherapie of met andere therapieën. En dat de patiënt al van tevoren kan aangeven wat hij dan wil gaan bespreken in de spreekkamer. En dat je veel gerichter met je tijd ook om kan gaan. Ja. Ja. Ja, dus maakt dat je eigenlijk gewoon met misschien wel, hè, met de personele krapte die waar we allemaal mee om de oren worden geslagen voor de komende jaren, dat ons dat gaat helpen. En wil je iedereen wel zien, hè, op de poli, of zou je dat met een app al kunnen ondervangen? Ja. Het triggert mij eigenlijk van iedereen. Maar zijn er ook mensen die minder geschikt zijn voor deze begeleiding? We hebben het natuurlijk over een app die volgens mij in het Nederlands is gesteld. Er zijn natuurlijk mensen die ook de taal niet vaardig zijn. Ja. Je moet denk ik wel een beetje met een smartphone om kunnen gaan. Als je nog nooit zo'n ding in je handen hebt gehad. Ja. En dan kijk ik ook even naar jullie. Misschien kunnen we daar met z'n allen even over bomen. Wat zouden we daarvoor moeten doen? Meer naar pictogrammen ook? Als je wat ik denk minder dat talig het, bent? Vanaf het begin heel belangrijk is om, en die hebben we hier in huis gelukkig, iemand die zich ook gespecialiseerd heeft in laaggeletterdheid, om die vanaf het begin in de ontwikkeling te betrekken. Want we zijn heel erg als zorgverlener, dat merk je ook in de spreekkamer, geneigd om snel de taal te spreken die je onderling spreekt. En dan ga je al heel snel een taal spreken die voor de patiënten niet te begrijpen is. Hetzelfde geldt ook voor de taal die we opschrijven. En dat je, als je vanaf het begin daar in ieder geval daar aandacht voor hebt en mensen betrekt die daar gespecialiseerd in zijn om die taal zoveel mogelijk naar een voor de patiënt begrijpelijke taal te vertalen, dan kun je daar al heel veel winst mee pakken. Ik denk dat met name met prostaatkanker en andere coaches die met name wat op een oudere populatie gericht zijn, mm-hmm. dat je nu in een overgangsfase zit waarin een deel van de populatie nog of te weinig ervaring heeft of vaardigheden heeft met de digitale communicatie. Maar ik denk dat als je over 5 tot 10 jaar gaat kijken en je ziet het nu al, ik heb patiënten ver in de 80 die met gemak de coach gebruiken. En ik denk dat dat de komende jaren alleen maar beter gaat worden. En dat er steeds meer verdigitalisering van de hele wereld komt. Dus dat het ook voor patiënten steeds makkelijker wordt. Qua taal blijft het met name voor de patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Ja, dat blijft gewoon een uitdaging die we, zolang je de coach niet in meerdere talen goed vertaald hebt, waar je tegenaan blijft lopen. Ja.
Ja, omdat je wel hoort, zeker natuurlijk bij ons in de regio speelt het iets minder. Maar in de Randstad, dat je dreigt naar een soort twee... Maar, ja, mensen die kwalitatief hoogwaardige zorg met coach erbij krijgen. Mm-hmm. En eigenlijk mensen die toch al zeg maar, in een achterstandspositie zitten... en dan ook nog eens een keer minder waardige zorg krijgen. Omdat we... Ja, we hebben geen tijd voor u. U had maar de coach moeten gebruiken en ja, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Ja, ik heb de oplossing ook niet voor handen. Maar... Als ik daarop mag aanhaken, ja. Want voor ons onderzoek, dus bij de app voor incontinentie, hebben we uiteindelijk ook nog gekeken naar welke factoren dragen bij aan een beter effect na behandeling. En dan keken we echt naar patiëntkarakteristieken. Leeftijd daarin ja, is wel een vooroordeel van veel mensen, dat de hogere leeftijd minder vaardigheid bij e-health. Maar bij ons leidt dat juist tot een beter resultaat van de app. Dus, en wat ik ook heb gelezen en gezien is dat als mensen eenmaal een smartphone hebben of iets om met de kleinkinderen foto's te sturen, dan kunnen ze er met de rest ook wel aardig wat mee. Als die app of die coach een beetje is ingericht op gebruik, op gebruiksgemak. En daarvoor is het heel belangrijk om de patiënt al vanaf het begin te betrekken in zo'n ontwikkelproces. En verder is inderdaad ook uit ons onderzoek gebleken en natuurlijk uit heel veel meer onderzoeken dat opleidingsniveau of e-health literacy, dat gewoon heel belangrijk is voor het gebruik. Wij hebben uiteindelijk die slag in de doorontwikkeling gemaakt door inderdaad pictogrammen te gebruiken. Dus veel meer in beeld en veel minder tekst. Want onze app was eerst ook toch wel heel erg ingericht op zorgen dat ze alle informatie hebben en dan kunnen ze het rustig doorlezen. Maar we kregen van patiënten wel feedback dat er gewoon te veel tekst in stond. Ja. Het was te veel. Ja. En ze kunnen het wel hebben, maar als het te veel is, dan nemen ze het nog niet op. Nee. Dus daar hebben wij in de ontwikkeling ook aandacht aan besteed, samen dus met veel meer afbeeldingen. Ja, ik weet nog niet hoe dat uitpakt, maar ik denk dat je wel op die manier continu bezig moet zijn met het meer richting je doelgroep ontwikkelen. Ja. 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 Ja, daar ligt dus ook wel een uitdaging. Want Jan, jij werkt ook voor, of, dan hebben we het natuurlijk over een andere categorie patiënten, de Alzheimer-groep. Ja. Nou is dat natuurlijk helemaal een uitdaging. Ik denk niet dat die in aanmerking komen voor een e-coach. Zeker wel. Ja, toch ook wel? Ja, wij hebben een... In de vroege fase misschien? Ja, het ligt aan de fase waarin ze zitten, maar ze kunnen heel lang nog meedoen. En als je, wij hebben een groot schermpje, zo groot als een iBook. En daar staan apps op. En als ze die aantikken, kunnen ze daarmee werken. Dus dat hebben we zo geleerd. Ja. En dat die onderricht krijgen ze ook. En dat is niet alleen maar omdat het leuk is, maar omdat zeg maar de wetenschap en de geneeswetenschap zeker vooruit gaat en naar e-health gaat. En daar spelen wij op in, daar participeren we op. Ja. He, want Lelystad, het zit vooral in de polder. He, daar zijn de stukken ietsje groter dan hier. Hier ben je in 10 minuten in het ziekenhuis en daar heb je 3 kwartier nodig. Voordat je dus bij je buurman bent. Dus je begrijpt wel dat heel belangrijk is. Dat is veel makkelijker voor die mensen als naar het ziekenhuis gaan, naar de polykliniek. En dat is, daarom doen we dat ook. En inzet van mantelzorgers om zeg maar toch die lijsten te kunnen invullen. Ja. Is dat ook een weg? Dat werkt heel goed. Dat werkt heel goed. Ja. 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 Dus we moeten ook niet te bang zijn. Nee. Dat, ik ben niet bang, dus zij wordt ook niet bang. Nee, maar ik bedoel... het is de dat toekomst. Dat geldt ook voor zeg maar, aan onze kant van de zorgverleners. Dat je dus ook kunt actief mantelzorgers kunt betrekken bij dit soort producten. Zou ik zeker doen. Ook al, of, Zou ik zeker doen. Ja. Want ze voelen zich vaak achtergezet en dan zijn ze betrokken bij het hele gebeuren. En dat helpt zoveel. Ja. Er zijn ook patiënten die het samen met hun echtgenoot invullen, lijsten. Ja, geloof ik, ja. Ja, dat helpt. En die vinden dat soms heel prettig. Ik had laatst iemand en die zei van... Ja, mijn man vindt die coach niet heel erg wat. Maar ik heb er heel veel houvast aan, want ik kan jullie wel bereiken. En ja. Dus die vindt dat wel weer heel erg prettig. Ja, ja. Helemaal waar. Ja. Dus het kan ook weer een instrument zijn om elkaar te begrijpen. Waar, ja, wat er eigenlijk speelt. Mannen praten wat minder, hè? Ja, zeker. Maar...
zeker. Dat idee. Ja. Ja, nee, maar ik kom uit Amsterdam, dus die lullen maar aan. Ja, ja, ja. Mooi. Hebben wij vanuit het publiek nog prangende vragen? Dus ik zo even te kijken. We hebben een mooi gesprek hier aan tafel. Van waar het allemaal naartoe gaat met e-coach. En dit soort producten. De conclusie is volgens mij dat we echt wel een stap hebben gezet. In een ontwikkeling die niet meer te stuiten is. Misschien dat er nog een soort next generation e-health product gaat aankomen. Die slimme metingen nog weer combineert. Maar dat zien we dan. Dat zie je al met de slimme pleister die we hier in het ziekenhuis gebruiken. Ik denk dat dat we die ook steeds vaker gaan combineren met e-coaches. En dat eigenlijk een continu evoluerend proces is. Waarin steeds meer toepassingen digitaal zullen worden. En als je dat kunt gaan combineren met je coaches. Dan wordt gewoon de hele zorg wat steeds digitaler op die manier. Ja, dus eigenlijk een app gecombineerd met iets om te meten. In dit geval zo'n slimme pleister. Dat je uitslagen ook weer in een coach zichtbaar gaan worden. En dat je daar weer op die manier verder kunt met je behandelaar ook. Ik denk dat we daar steeds meer naartoe gaan. Ja. Dat heb je nu ook met suiker. Dat heb ik gezien ook. Dat loopt ook hier in het ziekenhuis. Dat gaat, en het werkt perfect. Ja. En dat gaat meteen via de app, wordt het hier genoteerd. En dan, Of een soort avatar. Hè? Dat je de patiënt door je zorgpad ziet lopen. En dat je dan dat hij alle informatie krijgt op de punt waar die is. Dat zie je ook nog wel voor je. Ja. Ik zie ook een microfoon in het publiek. Ja, zeker. Heel leuk om jullie gesprek zo te volgen. En in het kader eigenlijk van Next Gen, wat allemaal kan aan applicaties, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Jan, wat staat er dan op die iPad die iemand met Alzheimer heeft? Wat is dat voor? Is dat zorg? Is dat iemand dagelijks leven? En is daar eventueel ook een rol voor een ziekenhuis, denk je? Ja, daar zou een rol van een ziekenhuis bij kunnen. Dagelijks leven staat erop, hè. Er staan foto's op die ze dan kunnen. Er staat een telefoonnummer op waarmee ze kunnen beeldbellen. Hè, met hun kinderen of met hun. Dus dat is al. Daar beginnen we mee. En dat werkt gewoon veel beter als een kleine iPhone. Het is groter en ze kunnen dat makkelijker bedienen. En ze zien de icoontjes ook beter. Snap je dat? Nog een vraag. Ja, ik heb ook nog een vraag. Dank jullie wel voor het leuke gesprek. Heel interessant. Ik vroeg me af, er werd net aangegeven dat mannen toch misschien het soms een beetje lastig vinden om persoonlijke vragen via zo'n e-coach te stellen over bijvoorbeeld seksualiteit. Zien jullie dat bij vrouwen ook, dat ze daar meer moeite mee hebben of juist niet? En zit daar misschien een verschil tussen mannen en vrouwen in? Ik merk het bij vrouwen niet zozeer. Eigenlijk worden de vragen wel veel gesteld. En het is wel grappig als je op een ouderwetse Nederlandse kringverjaardag zit en dan vooral vertelt wat je doet en vooral vertelt dat je onderzoek doet naar blaasontstekingen, dan zie je toch eigenlijk best wel snel de vingers in de lucht gaan van daar heb ik last van, daar heb ik ook last van. En dat eigenlijk is dat voor vrouwen een onderwerp wat. Voor je het weet sta je consult te doen. Ja, nee, maar daar moet je wel mee oppassen. Soms dan sta je de adviezen te geven op een verjaardag en het is maar wat je wil op zo'n verjaardag. Maar ja. Ik merkte dat er vrij weinig drempel is om dat te bespreken. Als ik het heb over urineverlies, dan is dat wel een ander verhaal. Ja. Ja. Want op die verjaardag komen ze dan niet in de kring, maar dan vertellen ze het later even bij het halen van een drankje of zo tegen mij. Van ja, ik heb er eigenlijk toch ook wel last van. En goh, is die app al beschikbaar? Dus het ligt er ook een beetje aan waar het over gaat. En urineverlies is wel duidelijk een klacht waar groot taboe op heerst. En dat maakt ook dat het lastig is voor patiënten om zorg te vragen en om zorg te ontvangen. En dat maakt ook e-health ideaal, omdat de eigenlijk drempel wel, verlaagd wordt. Je kunt het wat laagdrempeliger, wat anoniemer. Precies, Het erover hebben. Ja, mooi, mooi. Nou, heel veel aanknopingspunten om vooral door te blijven ontwikkelen, volgens mij. Mooi. We gaan denk ik weer richting een afronding. En dat doen wij natuurlijk niet zonder dat ik jullie als gasten aan tafel heel hartelijk wil bedanken. En dat doen we niet zonder meer met alleen maar een appeltje of een banaantje. Maar daar hebben we toch mooie bossen bloemen voor. Dus we krijgen jullie een dankje. En dan moet ik volgens mij deze er even bij pakken.
Ik begin, Jan, met jou. Want uiteraard, de patiënt staat altijd op één. Nou, niet altijd. En daarna komen pas de zorgverleners. Dus ik heel hartelijk dank voor je bijdrage. Dat was een mooi gesprek. Graag gedaan. En ik hoop dat we, nou, wie weet, nog vaker kunnen bomen over nieuwe producten. En, mooi, dankjewel. Ik ben er helemaal klaar voor. Mooi. Dankjewel. Dan, gast uit... Woon je nog in Groningen, Anne? Onder Groningen. Ja, ja, precies. Ja. Dus... niet in dienst van Isela, maar wel heel snel bereid om hier te komen. Dus ook super dank voor je bijdrage. Dankjewel. En een mooie bos, alsjeblieft, voor jou. Mooi. En Job, vrouwen eerst. Dus ja, jammer dan. Sandra, dank je wel. Ik geef hem even zo. Job, voor je bijdrage, een mooie verhaal. Dat was ik eerst. Hè? Ja. En last but not least, maar wel een van de eerste bedenkers van e-coach. Volgens mij waren jullie net iets vereerder dan de prostaat. Dus je bent wel van het eerste uur. Job, dankjewel. Dankjewel. Voor je verhaal. Jullie allemaal bedankt voor je bijdrage. Iedereen die nu nog eens ons gesprek nakijkt thuis. Dank dat jullie geïnteresseerd zijn in het mooie onderwerp e-coaches. We gaan dit najaar gaan we versie 3 doen van Connected Care Live. Het onderwerp, ik weet het zo niet uit mijn hoofd. Ik kijk even rond. Ik volg nog, hè? Ja, het onderwerp volgt nog. Dus hou de berichten in de gaten. En dank voor jullie aandacht allemaal. En voor iedereen die al thuis is, wel thuis. En voor iedereen die aanwezig is, een fijne avond nog. Dankjewel.